Nou, ik ben David. Ik heb hier mijn expositie Amersfoort toen en nu. Eigenlijk is het niets meer of minder dan oude foto's van Amersfoort, dus van oude ansichtkaarten of oude krantenartikelen bijvoorbeeld, om daar een nieuwe situatie van te fotograferen. Dus eigenlijk om in beeld te brengen hoe een plek is veranderd en wat er eigenlijk van is geworden en wat precies, ja, om eigenlijk meteen in oog te brengen hoe het is veranderd. Als je alleen een oude foto hebt, dan heb je er vaak niet zoveel mee, dan heb je er niet echt verbinding mee. Maar ik merk dat als je dan een nieuwe foto ernaast maakt, vanuit dezelfde hoek genomen, dat mensen dan veel meer denken, oh, is dat dezelfde plek? En zo begon het eigenlijk voor mij ook, dat ik eigenlijk een oude foto tegenkwam van een aantal, en dat ik me meteen afvroeg, waar is dit? En is dit Amersfoort? En dat ik toen ben gaan zoeken, en dat het inderdaad Amersfoort is, maar dat die plekken gewoon heel erg veranderd zijn. En dat breng ik eigenlijk met deze expositie in beeld, van hoe de stad zich de afgelopen 100 jaar heeft ontwikkeld, en hoe anders het eigenlijk is geworden, en hoe op sommige plekken het ook weer hetzelfde is gebleven.